Nou, we praten misschien niet eens over een campus, maar over een echte netwerk van bedrijven en alle vier de grote kennisinstellingen in Brabant. En het grote verschil met, denk ik, eerdere initiatieven is dat het initiatief echt grotendeels ligt bij die bedrijven. Dat het van onderop is opgebouwd en dat die echt vragen om nader onderzoek, kennis, trends in de logistiek, zodat we ze kunnen helpen. Maar ze moeten het vooral zelf doen om uitdagingen van de toekomst aan te kunnen. Denk je aan transport en logistiek, dan denk je aan vrachtwagens en aan distributiecentra. Die laatste zijn er heel erg veel gekomen in West-Brabant. Maar wat voor veranderingen zijn daar dan gaande? Nou, er zijn heel veel dingen aan de hand als het gaat om robotisering, als het gaat om gamification, zoals dat zo fraai heet. Wat kan je met virtual reality? Wat gaat die ICT ons allemaal brengen? Wanneer bestelt de koelkast zelfs zijn eigen goederen? Dat is een andere soort toegevoegde waarde dan met een vrachtwagen rondrijden. Dat gaat over ICT-toepassingen, et cetera. En het is belangrijk dat we die trends in beeld hebben en dat we de bedrijven daarbij kunnen helpen. En de bedrijven ons kunnen helpen om ons onderwijs modern en bij de tijd te houden. Want bedrijven zijn heel vaak bezig bedrijf te zijn. En ze kloppen niet zo makkelijk aan bij knappe koppen bij onderwijsinstellingen? Nou, ik denk dat die weg soms niet goed genoeg gevonden wordt. En als we dat kunnen verbeteren, dan draagt het initiatief daar absoluut aan bij. 90 bedrijven, tja, iedereen is nu enthousiast, maar in de loop der tijd zie je dan dat de bedrijven weer afhaken. Hoe voorkom je dat hier? Nou, door denk ik samen te laten zien dat het echt toegevoegde waarde heeft. Dat die bedrijven, als er een student op bezoek geweest is of als er een nieuw trendrapport is uitgebracht over een ontwikkeling, zeggen, hé, daar heb ik wat aan en daar moet ik bij blijven. En dat is de kunst. Ja. Venlo, West-Brabant, tal van regio's zeggen wij zijn de logistieke hotspot zoals het dan heet. Wat maakt West-Brabant zo bijzonder en waardoor zegt u dat dit een blijvertje kan zijn? Nou, ik denk dat het een blijvertje kan zijn. A, omdat de kennisinstellingen met z'n allen optrekken hier. En dat dit dan het kennisbrandpunt op logistiek zou kunnen worden hier in Breda. Maar het is duidelijk, logistiek kent geen grenzen. Dat houdt niet op bij Breda, dat houdt niet op bij Brabant. Maar als we dit goed doen, is het een belangrijke vestigingsvoorwaarde. In eerste instantie misschien voor West-Brabant, maar zeker voor de hele provincie en misschien wel breder. Want u wil ook proberen om in Brussel aan te kloppen als consortium, als samenwerkingsverband, om daar eventueel ook subsidies los te weken? Nou, dat is duidelijk een van de voordelen van zo'n community. Dat we daarmee inderdaad al een natuurlijk consortium hebben wat je nodig hebt om in aanmerking te komen voor die subsidies. En het zou heel goed zijn als dat ook zou lukken.